In het afgelopen jaar heeft de gerenommeerde advocaat Ines Wesky, bekend als de verdedigster van topcrimineel Ridwan Taghi, de schijnwerpers op zich gericht vanwege haar eigen juridische problemen. Wesky werd gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die betrokken is bij internationale drugshandel en witwassen. Opvallend genoeg heeft een recent gesprek tussen Show News en een persofficier onthuld dat het Openbaar Ministerie vorig jaar klaar was om de zaak voor de rechter te brengen. Desalniettemin heeft het verdedigingsteam onder leiding van Ines Wesky de rechtsgang aanzienlijk vertraagd door verschillende verweren in te dienen. Hoewel het Openbaar Ministerie streeft naar een spoedige behandeling van de zaak, is de exacte datum nog onzeker en afhankelijk van de reactie en het tempo van de verdediging. Opmerkelijk is dat het Openbaar Ministerie vorig jaar al liet weten dat Wesky niet alleen wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, maar ook van het schenden van geheimen. Het onbeschuldigde de advocaat ervan haar positie te misbruiken door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. Deze verdenkingen kwamen aan het licht in de zomer van 2022, toen ontsleutelde berichten van Sky ECC beschikbaar kwamen. De juridische zaken rond Ines Wesky belooft een complex en opmerkelijk hoofdstuk toe te voegen aan het al ingewikkelde verhaal van Ridwan Taghi. Hoewel het openbaar ministerie vastbesloten is de zaak voor te zetten... Zal de uitkomst uiteindelijk afhangen van de ontwikkelingen in de rechtszaal en de strategie van het verdedigingsteam? Het blijft een zaak die de aandacht trekt vanwege de combinatie van hoogstaand juridisch drama en de schaduw van criminele activiteiten die eromheen zweven.